Hele goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik was bijna van plan vandaag niet te vloggen en gewoon even andere dingen te doen. Ik ben vandaag een beetje met de verkeerde been uit bed gestapt. Want ik was wakker en toen kwam ik de gang op en toen kwam ik de woonkamer in. En toen zag ik slippers van deze school gewoon voor mijn neus. En toen voelde ik helemaal dood omdat de slippers daar niet hoorden. Soms... Ik ben op dit moment echt zo hormonaal, omdat ik echt zwaar omgesteld moet worden. Dat ik overal boos om kan worden. Maar in ieder geval, Nessie is gewoon aan het werken. En ik ben er ondertussen bijgekomen. Ik heb lopen editen voor vanavond. Voor de rest heb ik nog niet eens ontbeten. En het is denk ik al zo'n 4 uur. Maar ik ben wel blij dat ik heb lopen editen. Dus ik ga mezelf even opfrissen. En dan ga ik even iets eten, denk ik, hè. Mensen vragen mij vaak waar deze bril vandaan komt. Die heb ik echt een paar jaar terug gekocht toen ik voor het eerst een bril moest dragen. En deze is van Ray-Ban. En ik ben mijn gele nagels alweer zat. En ik wil weer even normale nagels eigenlijk. Maar ze zien er nog gewoon goed uit. Dus ik vind het prima zo. En verder ben ik blij met mijn wimpers en mijn wenkies. En ja, dat zijn de pluspunt van deze dag. Ik merk dat mensen het heel vaak heel erg chill vinden als ik best wel positief ben in mijn vlogs. En dat ben ik best wel vaak ook. Maar ja, ik ben niet altijd happy of zo. Dus ik vind van, als ik zo'n dag heb, dan mag ik het ook wel melden. Want ik heb wel eens een keer een opmerking gekregen van, nou ja, je bent veel te negatief over dingen en bla bla bla. Ja, misschien ben ik ook soms wel een negatief persoon. Dat kan. En ze, ja, een mens eigen om soms ook gewoon negatief te zijn. En ik schaam me er ook helemaal niet voor van dat ik niet altijd positief ben of niet altijd even happy ben. Ik denk van ja, that's life gewoon. Ik ga in ieder geval nu een koffie zetten. En ik ga denk ik Esme even hebben of ze vanavond met mij wil eten. Aangezien Nessie vandaag rond etenstijd niet thuis is. Ja. Ik heb net ook even de vaat gedaan, maar deze past er weer niet in. Dus die moet ik even weer apart wassen. Ik ga even een koffietje zetten. Ik vind deze trouwens echt niet lekker, deze koffie. Maar goed, ik heb even geen andere thuis. Zo. Lekker op mijn koffie. Ik leer een lekker chillen. Hi, moppie. Hi, baby. Hallo. Zo, ontbijt. Even geveegd. Schakpadjes van gisteren. Slaatje even snel gemaakt en lekker fruit erbij met water. En ik ga nu weer Vampire Diaries kijken. Ik ben me nu een soort van aan het klaarmaken tot S klaar is met werk. En dan ga ik richting haar werk heen. Mijn haar. Ik weet er even geen raad mee. Vooral natuurlijk ook met die uitgroeien en zo, dan zakt het van boven zo heel erg wat plat en zo. Ik heb het nog niet gefund hoor, dus nu ziet het er sowieso een beetje raar uit. Maar ik zie nu al dat na het funnen het ook niet echt heel erg mooi gaat worden. Ik ga er nog meer product in doen. Zo, haartjes zijn eindelijk gefixt. Ik heb er echt heel erg lang over gedaan. Ik ben er niet echt helemaal blij mee, maar het is in ieder geval beter dan hoe het was. Ik heb net ook... kotsloop opruimen voor mijn katjes. Ze hadden namelijk een verkeerde voer. Ik ben echt blij dat ik dan de juiste heb. Zo voel ik me daar niet meer druk om te maken. Ik ga me snel even omkleden. Eigenlijk wil ik nu het liefst een joggingpak aan. Maar die heb ik eigenlijk niet. Ik heb er maar één. Hey, Lira, wat zijn het verstoppen tussen de kleren? Poepie. Ik ga even aan jullie laten zien wat ik aan heb gedaan. Ik ben soms vandaag echt zo anders, maar ik vind het eigenlijk wel weer mooi. Mijn outfit. Ik heb een pakje aan van Pretty Little Thing. Die is echt super fijn. Ik heb hem ook in het blauw. En ik heb vandaag mijn kettingje aan van Mi Moneda met Nesmi erop. En I like it. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik vind het echt zo cute. Mijn outfit is echt gewoon de shit. Ik ga stuk. En dan deze schoenen eronder. Is het vandaag woensdag? Oh nee, jammer. Ik ben nu onderweg naar S. Ik kwam in een file terecht. Echt fucking kut. En wij gaan even samen naar Ikea. We gaan daar even lekker samen eten. Ik heb echt zin in die zalm daar. Die is echt
super lekker. Ik heb daarnaast ook echt een paar dingen nodig van de IKEA. Zoals opbergdozen. Daar komt alle apparatuur van Nassim erin. Want ik irriteer me de dood aan. Ik ga nog een extra wasmand kopen. Ik moet nog weer kaarsen halen. Dus ik moet gewoon even nodig naar de IKEA. En ik heb er ook echt gewoon zin in om er naartoe te gaan. Maar eerst even bij... Oeh, die zon is echt heel erg heftig hier zeg. Niet normaal. We zijn inmiddels bij de IKEA. Is meestal hier nog niet, want we hebben net een telefoon gevonden van iemand. Dus is die is aan het brengen naar de balie. Ik heb genomen een flesje water, lekker zalm met venkel, broccoli, citroen en een slaatje met dressing en olijfolie. Guys, voor het geval jullie dachten dat ik niet al genoeg voor schut sta naast Esmee, heeft ze vandaag ook nog gewoon hakken aan. Ik sta toch echt voor paal zo. Wij lopen dus zo. Iedereen zit ook naar ons te kijken. Ja, wij vallen wel echt heel erg op. Dit kan echt niet. Dit is echt... Dit is als ik echt naast jou sta, hè? Kijk dan. Dat kan echt niet. Dat wordt erg. Ik heb gewoon op de schouder. Je bent gewoon zo op mijn schouder. Mensen, echt geen grap. Als we lopen, kijkt iedereen letterlijk om. Ja. Het is echt niet leuk. Dit is van die ene plaatje van Kendall, hè? Ja. En Courtney. Kendall en Courtney, dat lijkt echt op dit. Kijk dan, hoe lang ik ben. Oh, lange girl. Ik kan gewoon zo op jouw uitgroei kijken. Leuk, man. Ik heb die boerderij. Ja? Heb ik gezocht op iets om het als schrift erbij te doen. Ja? Die erbij staat. Het logo van... Oh, je hebt echt gemeen tegen mij. En ik was jou aan het opnemen, dus nu horen mijn volgers hoe gemeen je tegen mij bent. Ben je echt serieus? Ja. Op de wc zit jij zo gemeen te doen. Ik was er wel voor. Nou jongens, als het niet erg genoeg is dat er zoveel verschil is in onze lengte, heb ik ook nog deze kinderachtige outfit aan. Hey, gemene girl. Wij zijn dus net klaar bij de IKEA en toen hebben we even mijn auto opgehaald bij Esmee's werk. Want we hadden mijn auto daar achter gelaten, we zijn met haar auto verder gegaan. Ik heb echt heel veel dingen gescoord bij de IKEA. Elke keer als ik daar kom, dan moet ik weer allemaal lekker troep gaan halen. Maar ik laat jullie dan thuis wel zien wat ik allemaal heb gehaald. Ik ga nu nog even een lekkere koffietje drinken bij S. Ik ben inmiddels bij S. Sorry, ik was net aan het filmen. Zij doet even een riempje om bij Kenzie, want die heeft ze net gekocht van IKEA. Want ze hebben nu ook zo'n dierenafdeling of zo. Echt grappig. Maar wat was dat vroeger eigenlijk? Schattig. Is echt schattig. Kijk hem, stoere boy. Ik vind het ook gewoon leuk voor Dinar. Het is echt gewoon voor honden. Maar hij past het gewoon. Lief, het staat je zo goed, Kenny. Het staat hem echt goed. Hi, pop. Ik ben het outfitje even zat. Ik ga even lekker jogging of een pyjama aan. Even mijn ketting, echt mooi. Hoe wil je een vliestrui? Wat is een vliestrui? Dat is zo'n dikke die je al eens vaker aan hebt gehad, deze. Maar dat vind ik wel chill, heb ik ook een broek erbij. Ik heb volgens mij nog een pyjama voor jou. Oh nee, die heb ik al teruggedacht. Nee, dat is deze. Die oh, die vond ik heel erg chill. Alleen die broek had pyjama je day van Primark. Ja. Die broek is ook echt chill. Ja, maar die broek heb jij nog. Ik heb alleen die voor jou terug gehad. Jongens, ik heb een pyjama aan van Essie. Hebben jullie denk ik al niet gezien, maar dit zijn wij. Schattig hè? Echt leuk aan het weer. Het is echt schattig. Zo, ik ben net thuis en ik dacht ik laat jullie even zien wat ik bij de IKEA heb gehaald. Let niet op mijn haar. Ik had het heel tijd vast en nu heb ik het weer los. Maar ik heb dus allemaal prut gehaald bij de IKEA en ik dacht ik laat jullie even zien wat ik heb gehaald. Ik heb dit voor de keuken gehaald. Ik ben laatst wel een beetje zeg maar meer bezig met hoe kan ik het huis beter... opruimen, dat ik een beetje zeg maar meer rust heb in mijn hoofd. Bijvoorbeeld Nessie heeft heel veel apparatuur thuis. Nou, heel veel van die kleine irritante dingen die eigenlijk geen plek hebben in het huis. En ik wil graag gewoon daar plek voor creëren, zodat ik niet elke keer hoofdpijn heb als hij weer vraagt naar een van zijn kleine dingetjes. En dan het loopt te zoeken en dat we dan een beetje gekubbel krijgen daardoor. Dus ik wil gewoon dingen op de juiste plek krijgen. Dat is nu mijn doel een beetje. Ik heb niet alles kunnen vinden eerlijk gezegd. Maar het is wel een klein begin. En ik heb heel veel onzin gekocht. Ik heb dit voor de keuken gekocht. Voor mijn keukenpapier. Ik gebruik eigenlijk nooit keukenpapier. En ik gebruik voor alles toiletpapier. Ik ga een stuk. Zet ik een verandering in. Ik heb dus keukenpapier besteld. En... vanaf nu gaan we keukenpapier gebruiken. Verder heb ik een nieuwe stofferen blik gekocht.
En dat gaat me ook heel veel rust geven. Ik koop altijd kaarsen als ik naar de IKEA ga. En ik heb dit keer gekozen voor deze kleuren. En omdat ik van die vaccinelichthouders heb nu, zie je eigenlijk de kleur niet. En dat vind ik eigenlijk best wel chill. Want en je ziet de kleur niet. En mijn huis ruikt lekkerder. En ik vond deze echt super lekker ruiken. Ik heb de grote versie ervan gekocht. Verder heb ik de normale versie gekocht. En hier zitten er 100 stuks in. Super chill, daar kan ik even mee door. Ik heb de kleine versie hiervan gekocht. Voor de kleine vaccinelichthouders. Verder heb ik ook zo'n handig iets. Schaar gekocht. Die van mij in de keuken is echt oud. Die moet echt weggegooid worden. En die kleintjes zijn ook echt super handig. Verder heb ik plakband gekocht met zo'n roller, hoe heet dat, zo'n ding gekocht. Super handig, want ik verstuur vaak pakketjes en dan heb ik het nodig. Het gaat meteen in deze la. Verder heb ik ook zo'n theekan gekocht. Ik vond deze echt super schattig, omdat ik de laatste tijd best wel veel losse thee gebruik. Dacht ik, dit is misschien wel een beetje handig. Hoef ik niet zoveel vies te maken en dan... heb ik ook gelijk thee. Verder heb ik van die salade kommetjes gekocht. Ik vond deze echt super leuk. En ik vind bij salades vind ik altijd leuk als ja, de kommetjes een beetje zo doorzichtig zijn. Het ziet er gewoon iets lekkerder uit of zo vind ik. Dus ik heb er 2 van gekocht. Verder heb ik dit gekocht voor mijn water. Hierdoor drink je minder uit plastic flesjes. Ik vul deze kan gewoon en dan doe ik hem lekker in de koelkast. Dan heb je lekker koud water. Dit is trouwens al mijn 4e of zo. Ik ben gek op deze dingen. En hierdoor drink ik dus ook veel meer water. Daar heb ik deze borden gekocht van IKEA. Ik vind deze echt super chill. Ik had vorige keer een iets kleine variant van deze gekocht. En deze zijn iets dieper. En dan kan je lekker rijst eten of een soepje of wat dan ook. Dus super handig. Dus deze heb ik ook gekocht vandaag. Ik heb er 6 stuks van gekocht. En als laatste waar ik eigenlijk voor ging. Trouwens, ik heb geen wasmand kunnen vinden. Helaas. Maar ik heb dus deze opbergdoos gekocht. En dit is dus blijkbaar een opbergdoos. Speciaal gemaakt voor schoonmaakmiddelen. Kijk, daar word ik al super blij van. Al mijn schoonmaakmiddelen gaan dus hierin. Het handige hieraan is dat hij doorzichtig is. Dat ik gewoon alles doorheen kan zien. En ik heb een grote variant ervan gekocht. En dat is dus deze. En hier gaan dus alle apparatuur in van Nessim. Alle onzin dingetjes van Nessim komen dus hierin. En dit gaat mijn leven denk ik iets beter maken. Hoop ik. Nou, nu deze top even opruimen. Mijn katje is echt... mee te kijken van wat doe je. Zo, even deze kaars uitproberen. Staat op dat deze kaars dus 9 uur lang meegaat. Ik ben benieuwd. Kijk hoe goed het eruit ziet. Ik heb even alles hierin gedouwd. En nu ziet het er echt veel netter uit dan hoe het er net uitzag. Helemaal top dit. Papa is ook echt een schoonmaakbui. Ik heb hier even volkoren pasta in gedaan. Deze moet ik nog even afwassen. En hier komt rijst in. Ik had eigenlijk rijst al in zo'n bakje. Maar dat vind ik niet mooi. Ik wil het toch hierin. Dus dat ga ik nu doen. Midden in de nacht aan het schoonmaken. Ik ben hierboven begonnen. En ik ben nu hier. Het ziet er al veel beter uit. Dit is mijn theeafdeling. Vind ik ook heel schattig eruit zien. Ik moet alleen dus nog in zo'n ding hebben om mijn koffiepads erin te doen. En ziet het er allemaal veel netter uit. Het ziet er nog niet helemaal perfect uit, maar al veel beter dan het net eruit zag. Ik ben hier echt blij mee. Oeh. Dit is toch denk ik mijn lievelingsafdeling. Ik wil nog even iets met mijn kruiden of zo doen, want ik heb echt heel veel kruiden. Ik heb net echt letterlijk de helft weggegooid en alleen bewaard dat ik echt zeg maar gebruik. Maar ik wil hier ook iets leuks van maken. Wat ga je nou doen? Ik ga echt als van de wat ga je doen? Niks. Kijk, ik heb gewoon een vuilniszak vol. Met allemaal troep uit de kast. Met allemaal etenswaren die we niet meer aten. Nessie gaat nu gewoon zo laat nog frituren. Van alles wat we nog hebben in de diepvries. Laat mijn body zien.
Maar weet je, geen stress, ik ben wel blij. Want geen stress. Eindelijk is mijn diefjes wat leger. Begin ik een update te krijgen. Oké, is het niet? Doe mijn frituurpan aan. Ja, ga ik doen. En ik vind ook dat de laatste keer dat wij deze frituurpan gaan gebruiken, daarna moet hij weggegooid worden. Oké, ja. Doe. Ja. Ik denk dat het Lira is. Wie is het? Hè? Ik denk dat het Lira is. Weet je zeker? Denk echt goed na, hè? Ja, ik denk dat het Lira is. Lira heeft haar aandacht nodig. Ja! Oh, Lira. Lira is heel zielig. Hij heeft vandaag gekotst. Hey, Lulu. Habibi. Oh, ze heeft wel zoveel aandacht eigenlijk. Zo, ik ben voor de laatste keer aan het frituren in het huis. Ik heb er een lekker slaatje bij gemaakt. Gezellig hoor, ik ga lekker een hamburgertje mee eten. Oh. Yummy! En Essien drinkt even een sapje van Juice Express. Is echt super lekker, die honing. Dat was echt super lekker en gezellig ook zo. Laat nog even lekker snacken samen even zitten en tv kijken. Essien is nu aan het editen. Ik ga even lekker een theetje zitten en dan gaan we nog even op de bank zitten samen. En dan gaan we dan naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden en ik zie jullie morgen weer. Doei!